Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Marky Boy. En hij gaat straks naar school. Ik zal hem trouwens mijn autosleutels geven. Hij gaat namelijk rijden naar zijn school. En dan ga ik daarna door naar D. Ik heb hier een hele grote tas bij me. Ik heb op mijn rug een hele grote tas. Ik heb hier op de grond heel even de laptop neergezet. Want die moet ik ook meenemen naar D. Zodat ik daar ook gewoon video's kan opnemen. Video's kan bewerken. Het is een leuke shirt te zitten. Lachen. Yeah, alvast in de kerst weer. Ik ga vandaag iets super gaafs doen. En Mark is ontzettend jaloers. Maar helaas, je moet naar school. Ik kan je niet meenemen. D die heeft tentamenweek. En Quinn die is heel erg vroeg vrij. Dus vandaar dat hun meegaan. Daar hebben ze echt super veel geluk mee. Of super veel geluk. Anders was ik zelf ook niet gegaan. Maar in ieder geval, je snapt hem wel. Ik heb mijn snowboots aan. Misschien dat het al een beetje een hint is. In de goede richting. En ik heb eerder in de vlogs ook al een klein beetje wat hints aangegeven. In ieder geval, ik zal jullie niet verder langer in spanning houden. Jij gaat naar school. En ik ga lekker iets gaafs doen. Fuck you. Nee, het gaat vet worden. Echt waar, mensen. Dus geniet ervan. Ik ben Nijntjes koek aan het eten. En dat is zo ongelooflijk lekker. Dat moest ik echt even kwijt. Wat vind jij van Nijntje? Ik heb dat nog nooit echt gekeken of zo. Nee? Kijk je nooit voor het slapen gaan Nijntje? Fuck jou. Oh my god, ik kijk het altijd. Het is mijn beste vriend. Marky Boy die is aangekomen op school. En veel plezier, jongen. Je gaat je best doen. Doe het voor mij, doe het voor de wereld. Maak de wereld beter. Hé, dat is mijn drinken, bitch. En doe het goed aan je lerares. Want ze is knap. Thanks. En we zijn nog veilig aangekomen ook. Hè? Oh yeah, thanks for the ride, man. Oh, dat moet je eigenlijk zeggen. Ja. Oké, later. Nu naar school. Kom op, anders kom je te laat. De bel gaat. Tring. We zijn even wat voorbereiding aan het doen. Ik ben namelijk heerlijk wat bolletjes aan het smeren voor onderweg. We hebben hier al een tas helemaal vol met wat lekkers, wat drinken. We zijn namelijk echt de hele dag weg. We gaan namelijk... Ik heb het nog helemaal niet gezegd. We gaan... Oh, ik stink in mijn mond. Oh. Ik heb koffie gedronken net, zodat ik even lekker wakker word. Ik heb niet zo heel veel geslapen vannacht. We gaan skiën. Oh, ja, jij gaat skiën? Ik ga snowboarden. Fuck yeah. Wordt zo awesome. Maar eerst ga ik ook. Let me take a selfie. Oh, eerst moet ik een kauwgom nemen. En wie komt er thuis? Wie komt er thuis? Quinny boy! Nee, ik heb gewoon het voetbaltoernooi. Oh, Quinn heeft gewonnen het voetbaltoernooi. En wij gaan snowboarden, man. Hebben we er zin in? Ja. Yeah! Oh my god, we zijn er bijna. Zie je dat groene daarboven? Als het goed is, is dat het. Woehoe. Hebben we er zin in? Ja! Yeah. Woehoe! Wow, kijk, een Duitse scooter. Wow, Duitse huizen. Een Duitse blonde dame. Ich liebe die. Vet zieke auto hier in Duitsland. Wow! En hier heb je echt een zieke baan in de lucht hangen gewoon. Als je dit parcours... Ja, we lopen de verkeerde kant op. Maar maakt niet uit, we zijn toeristen nu. Dus we mogen alles verkeerd doen hier. Maar deze baan die je hierboven ziet... Oh, dan heb je echt wel lef als je dat doet. Wow. Ik heb dat een keer gedaan. Nee, maar jij zegt, je zit vast. Maar waaraan zit je dan vast? Aan die bovenste reling. Je bent sowieso gezekerd. Gezekerd? Ben je ook verzekerd? Okay. Stromt, joh. En wow, er staat iets in de brand. Quinn, er staat iets in de brand. Shit, mijn stukje vlees. Nee, we zijn hier echt heel erg hoog. Ik zal heel even het uitzicht laten zien, want het is mooi hoor, mensen. Ik voel me echt een hele coole toerist. Kijk, gelukkig heb ik mijn snowboots aan. Dan word ik niet helemaal nat. Kijk wat je daar ziet, joh. Oh, er komt echt superveel rook. Maar dit is het uitzicht dat wij gewoon hebben. Ja, dat heb je in Nederland niet, hè? Nee. Dus zullen de meesten van jullie wel denken, oh my god, Enzo, dat is echt stom uitzicht. Maar ik vind het leuk. Ik vind het cool, als je snapt wat ik bedoel. Ik ga nu naar binnen. Peace. We zijn binnen en het is een soort van houten gebouw hier zo. Dat zie je geloof ik over het algemeen heel veel in Duitsland. Houten hutjes, houten gebouwen. En we gaan ons klaarmaken. We doen alle spullen even, ook deze camera waar ik nu mee film, doen we in het kluisje. Dan ga ik straks overstappen naar de GoPro. Ik heb er twee meegenomen. Eén voor Quinn, één voor mij. Of één voor D en één voor mij. Of voor hun twee. Het gaat super vet worden. Geniet van de awesome beelden. Oh ja, en ik ben heel erg zenuwachtig. Want ik weet echt niet of ik het kan. We gaan het gewoon doen. Wij gaan je helpen. We houden van jou. Yeah! Maar ik denk dat ik meer Enzo kan helpen dan jij. Ja, ik ga hem alleen uitlachen. Oh, maar jij gaat me helpen, hè? Komt helemaal goed. Yeah!
zijn er nog maar net en het was echt heel erg bizar en heftig wat er net gebeurde. Day, die was flauw gevallen. En ik dacht echt van, wat, hoe kan dat? Hoezo viel je flauw? En het was echt heel erg eng om te zien, want de zei al, Enzo, ik zie sterretjes, ik ga flauw vallen, ik heb het niet meer. En toen ineens, toen haar hele lichaam begaf het en ze viel flauw. En ik kon haar morgen voor de helft opvangen, dus ze heeft een paar blauwe plekken op haar hand, geloof ik, en ze heeft hier een beetje last. Maar het gaat nu gelukkig weer goed. Ze heeft wat gedronken, ze heeft wat gegeten. De reden dat ze was flauwgevallen is omdat ze de hele dag niks had gegeten. Dus dat was een beetje stom eigenlijk. Dus daar moet ze wat beter op gaan letten. Maar in al die stress en haast is mijn snowboard kapot gegaan. Dus ik ga nu even een nieuwe snowboard halen. Dan is het wel handig dat ik even de andere oude snowboard mee ga pakken. En die ga ik dus nu even ophalen. Maar wauw, wat een happening, nu al. En we zijn er nog maar net anderhalf uurtje. Dus ik ga even mijn board pakken. Ik ga een nieuwe halen. En dan straks gaan we weer lekker verder snowboarden. Dat gaat sowieso fucking vet worden. Yeah. Ben je een beetje bijgekomen van de schrik? Gaat het weer helemaal goed? Dus wij gaan weer... skiën. En? Snowboarden. En Quint ziet er echt fucking gangster uit. Yeah. Het gaat vet worden. Ik zag een paar gasten hier een beetje freestylen, een beetje stunten op wat dingen die hier staan. En ik dacht, hey, weet je wat, ik ga gewoon aan hem vragen of hij dat ding om zijn borst wil doen. Zodat hij wat trucjes kan filmen voor mij. En dan ga ik hier aan de zijkant staan. En dan ga ik hem van dit perspectief waar ik sta, ga ik hem nog filmen. En hopelijk ziet dat er een beetje vet uit. Dus geniet van die beelden, want ik kan het nog niet. Dus daarom huur ik even een Duitser in. Thanks man, awesome. Oh yeah, dat was super vet. En nu is mijn vraag, auw, een sneeuwbal op me. Durf jij dit ook of niet? Nou, ik ga nog even wachten aan het einde, want dan straks als ik heel hard val, dan is het het einde. Was dat vet of was dat vet? Nu ga ik proberen om zelf even beter te worden in het snowboarden. Je doet het al heel goed. Het gaat nog steeds beter, hè? Ik ben heel trots op jou. Alleen nu nog de bochtjes. De bochtjes zijn heel moeilijk. Want hij gaat zo, zeg maar, dan gaat hij zo en dan... draait hij zichzelf om en dan gaat hij zo. En dan valt hij. Ik ben al heel vaak gevallen. Ik heb wel last van mijn rug. Maar ik zet door. Knolpower. We hebben eventjes wat gedronken, even wat gegeten. En nu gaan we weer die hard verder. Ook al heb ik super last van mijn kont en mijn rug. Helemaal onder de blauwe plekken. Quinn heeft ook een beste blauwe plek op zijn knie. Maar Enzo gaat het deze dag echt goed kunnen. Juist. Ik ga ervoor. Yeah. Dames en heren, daar komt Deetje. Met volle vaart.
zijn klaar met snowboarden. We hebben weer al onze eigen kleren aangedaan en het was super awesome. Yeah. Ik ben wel echt helemaal bontje blauw. Ik heb ook overal pijn door die val. Oh, kontje blauw. Oh ja, dat ook. En Dady heeft nog een beetje pijn omdat ze dus flauw viel. En toen kon ik haar niet helemaal opvangen. Dus ze kletterde ook een beetje tegen de grond aan. Gelukkig hebben we daarna wel leuk nog gehad. Dat wel. We hebben echt een hele leuke dag van gemaakt. Het was super vet, heel erg gezellig. Wij gaan nu nog even wat drinken en wat eten. Want we hebben een bandje om en dat betekent... Onbeperkt eten. Dus daar maken we ook even gebruik van. Dus we gaan nog even wat eten en drinken. En dan gaan we weer op huis aan. En dat is toch wel even een reis van anderhalf uur naar huis. Slapen. Ja, jullie gaan slapen in de auto. Ik ga rijden. Ik ga wel koffie drinken, zodat ik lekker wakker blijf. Maar die anderhalf uur heen en terug en al de valpartijen, de blauwe plekken, is het allemaal waard. Ja, ik vond het heel leuk. Dat was awesome. Het is tijd om eventjes wat te gaan eten. En ik zou heel eerlijk zijn, het eten is hier fucking ranzig. Nee, dat klopt best mee. De frikandellen zijn lekker. Het enige wat lekker is, zijn frikandellen en kippen. Dat is het enige wat lekker is. Oh, die buitenkant is nog fucking ranzig. Oh, veel meer nog. Oké, eet smakelijk. Dady houdt van ijs, maar Quinn... Ik zou het niet tegen mama vertellen. Ja, sorry. Oh my god. Ik meen het, hè. Oprecht. Ik meen het. Ik meen het serieus dat dit, die erbij doet, hij heeft er nu 1, 2, 3, dat is de vierde. Maar ik denk dat hij in totaal al 13 ijsjes heeft gehad vandaag. Het is echt niet normaal. Maar deze zijn zo lekker. Fuck. Sorry. Ja, weet je hoe dat komt? Kijk, je hebt die andere... Dat was echt... Sorry, dat was echt stom. Maar je hebt die... Niet lachen, dat is helemaal niet vet asociaal, joh. Kijk, je hebt hier Fanta. En die Fanta hier zit echt vet veel prik in, gewoon. Echt superveel. Dus ik zei net al tegen Dave, bij elke slok die ik neem moet ik boeren. En soms komen ze zo hard uit, want ik nam ze net 3 slok achter elkaar. Komt het er zo hard uit. Krijg je dit. Sorry, deze asociaal. Nou, eet smakelijk. De kip ligt er nog. Ik heb de 1 geopereerd al. Ik heb nog eventjes gebruik gemaakt van deze luxe toiletten hier. We hebben alle spullen gepakt. Ik heb nog even koffie gedronken hier. En nu gaan we in de auto en dan gaan we onderweg naar huis. Anderhalf uurtjes rijden, dan zijn we thuis. En dan zit het avontuur erop. Let's go home. Mensen, dit is echt bizar. We hebben lopen stressen. Dat is niet normaal. Mijn hart ging elke keer tekeer. Het is echt ongelooflijk. Goedenavond trouwens. Ja, hij kijkt me zo echt recht in het gezicht aan. Ik voel me heel erg door geconfronteerd. Maar mijn hartslag, wauw. En ik zal jullie heel even nu een klein stukje laten zien. In dat stukje zag je, ik zal het nu nog even een keertje laten zien, dat ik nog 0 kilometer kan rijden met deze tank. En dat stond er de afgelopen 10 minuten. En we hebben serieus de hele tijd lopen stressen. We waren bang dat we het niet zouden halen. We zijn ook een hele aparte weg genomen. We zijn in een of ander gat. Ik heb niet eens internet hier. We zijn in een gehucht. We zijn wel weer in Nederland. Maar we zijn in een gehucht. Je hebt hier geen internet. Ja, je kent hier natuurlijk niemand. Het is echt fucking apart. Maar wauw, we hebben echt zwaar lopen stress. Maar godzijdank, we hebben een benzinepomp. Ik ga hem helemaal vol tanken. Maar we hadden gewoon serieus heel erg lang 0 kilometer erop staan. En dat was stressen. Oh, hey, maar Enzo, je zei toch dat we de benzinepomp konden halen. Ik lag te slapen, half ongeveer. Ja. En ineens, ik werd wakker en ik zag jullie, we moeten het halen. En ik dacht, wat gebeurt er? Ja, Quinn wist van niks en we wouden niet wakker maken, want dan schrok je zich dood. Maar toen zaten we moeten het echt halen, Oh. En Quinn dacht, wat moet je gaan halen? Ja, benzine. Ik ga tanken. Ga snel tanken, want het is echt heel koud. Tanken! Oh yeah! De tank zit helemaal weer vol van de Volkswagen Blauwe Up. En echt waar, nog even een dikke shout-out naar de blauwe kaart en de Volkswagen Up. Want het is echt een super chille auto. En ik heb wel echt een super mooi verhaal te vertellen daar. Van hey, weten jullie wat er is gebeurd? Check even deze video, echt super komisch. En ik zal nog eventjes in het kort uitleggen wat het nou is met de blauwe kaart. Ik ben nog steeds ambassadeur van de blauwe kaart. Ik sta er nog steeds voor natuurlijk. Dat zal ook zo blijven. Het is een goed doel. Ga je niet even een week supporten, dan ga je weer weg. Laatst was ik op het voetbalveld bij Quinn. En toen zag ik dat niemand het gebruikte. Maar het wordt wel steeds vaker gebruikt. En dat is wel tof om te zien. En ik denk dat ik vanzelf wel bij een voetbalclub kom waar de blauwe kaart gebruikt.
gebruikt wordt. Zit jij nou op voetbal en wil jij graag nou weten hoe dat precies in zijn werking gaat of wil jij de blauwe kaart hebben? Kan je altijd even op hun website kijken hier in de beschrijving. En als je bijvoorbeeld op voetbal zit, dan kan je ook altijd even naar je coach gaan van hey, heb je al gehoord van de blauwe kaart? Dat is wel iets tof wat we kunnen gaan gebruiken, want het is gewoon voor sportiviteit en onze voetbalclub of onze voetbalteam is gewoon heel erg sportief. Dat zijn gewoon van die leuke dingen. Je maakt kans op vette prijzen, dus dat is altijd mooi meegenomen. Ik heb het bandje nog om en ik denk dat ik die ook wel heel erg veel dagen nog om ga houden, want dat heb ik altijd met dat soort dingen. Als er een evenement is, een festival, noem alles maar op, en ik krijg een bandje, dan heb ik hem heel vaak nog heel erg lang om. Ik ben nu wel echt kapot, dus ik zeg tegen jullie, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Alles is goed teruggekomen aan het eind van de dag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie bij een gloednieuwe vlog morgen om 4 uur. En dan zeg ik, dames en heren, dikke, vette, peace. Knol Power.